What's good, guys? Mijn blok is gedaan. Ik heb niet zoveel kunnen uploaden als dat ik wou. Maar ja, allee, ik kon wel uploaden, maar ik weet niet. Ik deed het gewoon niet. Maar ja, ik ga nu gewoon nog even. Ik ga nu gewoon die alle lifts waar ik trots op ben en gewoon de lifts van de laatste weken die ik niet heb getoond, ga ik even tonen. En een beetje commentary geven. Dus let's go. Dus, ik doe even met zo'n schermpje, ik probeer iets nieuws uit. Laat weten of je dat nice vond of niet. 175. Dit was week 3. Eigenlijk had ik in week 3 al hoger willen zitten, maar na scoutschap en zo was, was ik gewoon wat achteruit gezet. Laatste warm-up de week erna, week 4. Die warm-up. Ik ben gewoon trots op hoe snel dat movede. Ik kan me niet herinneren dat ik 180 al zo snel heb gemoved. Nu 185 voor 3 dan. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Voor mij is dat ook wel een accomplishment hoe makkelijk dat was. Ja, depth is niet 100%. Maar tja, ik weet al dat ik daaraan moet werken. Ik ben een keer gemisgroefd op die laatste. Maar ja. Kan gebeuren. Ik heb dat wel vaak. Als ik zo'n set van 3 doe, dat ik op die laatste rep het een beetje opfok. Vooral bij squat en deadlift dan. Dit was laatste warm-up. De week na die 185, dat was 190, die warm-up moefde ook fucking vlot. Na die warm-up was ik echt wel. Ik was aan het denken om 200 te doen. Voor een set van 3, wat letterlijk mijn PR is, ik heb nog nooit meer dan 200 gesquat. Maar dacht ik van nee, ik had toch iets wat safe spelen. 195 nog steeds fucking nice, 5 kilo onder mijn vorige PR. Deze hier bijna dood gegaan. Jullie zien hoe fucking hard ik op mijn hielen stond. Misgrooved as fuck. En dan op het einde hadden de spotters het overgenomen. Was op zich niet nodig, want zoals jullie zien, hier helpen ze niet tot dit punt. Dan helpen ze en dan, ja, eigenlijk was de squat al gedaan. Het moeilijkste deel, de struggle was al voorbij. Maar ja, boeit niet, ik snap dat ook wel. Mijn fucking armen waren echt. Maar ja, squats dit blok waren echt. Fucking nice. Bench was eigenlijk ook echt nice. Dit was week 2. Die 120. Ja. Ik heb het gehoord het niet, maar ik was echt. Want die eerste week na Skyscamp, bench was echt fucking. Lukte echt niet. Maar eigenlijk, ik denk ook doordat ik dan blij was met zo die kleine victories en dat ik echt zo'n heel positieve mindset heb gekregen voor bench. 130 kei vlot. Bij bench was ik zo. Ja, die eerste week was ik echt zo, fuck, dit lukt echt niet. En dan gewoon het rustig gedaan en blij geweest met elke kleine overwinning. En ik denk dat dat wel echt veel heeft gedaan. Dit was na die 130. Of nee, dezelfde week als die 130. Een paar dagen erna. 125 voor 2. Wat echt wel easy was. Dit was dezelfde dag. Die 125 voor 2, dat was echt wel, net als die 130, echt wel zo'n een confidence boost. Of zo. Gewoon. Dat beide dingen leken tevoren zo echt eng. Dit was na de squat. Dit is een 5 kilo PR. Maar dat moefde zo goed dat ik echt was van fuck, ik moet omhoog gaan. En in plaats van een 137,5 te pakken, wat ik eigenlijk had moeten doen, had ik een 140 gepakt. Want ja, dat is gewoon 3 fucking plates. Ja, ik moest wel.
En dan, in het begin, hè, ik was beneden en ik dacht echt dat ik hem had. Maar dan, fucking. Ik denk ook wel dat dat een beetje mentaal was. Want na die 135 was ik echt al blij en ik had al in mijn hoofd een beetje van, ah, ik ben klaar. Dan had ik hem toch niet. Volgend blok, maakt niet uit. 200, dat was week 2. Deadlifts waren goed, dit blok, maar niet super. Tegenover mijn squat gezien. Ja, ik weet niet. Ik was ook niet zo hyped voor deadlifts, dit blok. Dus ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. Dit was week 4. 220. Ja, en nu had ik geprobeerd. Ik had. In plaats van mijn hookgrip te doen, had ik zo gedaan. Ja, fucking. Dat ging niet. Ik had gechoked. En dit was. Mijn laatste warm-up. Op. Laatste warm-up voor mijn topset van de laatste week. Dus RP9. Eigenlijk wou ik 230 doen voor een set van 3 deze week. Maar na die 225 was ik van ja, ik ga safe spelen. Want ja, na die bench dacht ik van ik ga ook niet op deadlifts overshooten. Even goed in mijn gezicht geslagen. En dan move er eigenlijk iets te makkelijk. Ik had wel zeker 2,5 of 5 kilo. Ik had wel 2,30 kunnen doen. Maar ja. Dat was het dan. See you guys.